We houden met z'n allen van online shoppen. Daartegenover staat dat heel veel spul ook weer terug wordt gestuurd. Dam, directeur van de Milieu Federatie Flevoland. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Koop je zelf ook online of ga je nog ouderwets naar de winkel? Liefst ouderwets naar de winkel. Alleen dat lukt niet altijd meer tegenwoordig. En dan word je bijna gedwongen om het online te gaan doen. Mm -hmm. Dus er komt ook wel eens bij jou een pakje binnen? Er komt bij mij wel eens een pakje binnen. Of bij de buren? Ik heb ook kinderen. En die uh, vinden het ook fantastisch om al die sites uh, af te scrollen. Alleen we hebben gewoon echt veel minder winkels tegenwoordig. Er ja. is ook weer een heel groot filiaal in het uh, centrum van Lelystad weggegaan. Een grote kledingconcern. Uh, en dat betekent dat de keuze om in de winkel te gaan shoppen wel steeds kleiner wordt. En dat je ja. op een gegeven moment ook gewoon meer gedwongen wordt naar die uh, online webwinkels te gaan. Nou, dat bezorgen kost natuurlijk al uh, nou ja, benzine en dat soort zaken: verpakking. Verpakking. Ja. ja, en ook heel vaak, he, dan uh, wordt dat pakketje bezorgd, maar dan ben je niet thuis. Mm -hmm. En dan krijg je nog een tweede rit uh, aangeboden, en dan ben je ook niet thuis. En dan gaat het uiteindelijk naar zo'n afvaldepot. Uh, dus dan is dat pakketje inmiddels al drie keer onderweg geweest voordat je het dan uiteindelijk kan ophalen. Ja. Dus er worden gaan heel veel kilometers gepaard met het pakketje. Plus dat ook blijkt bij kleding vooral dat 40% niet in de smaak valt en gaat ook weer terug. 40%. Dat is best veel. Is en dat je nou veel, ja. Ik, dacht, ik had dat niet verwacht. Ja, en kleding is dan uh, nou, gewoon kleding, maar ook schoeisel. En bij uh, andere productgroepen, zoals apparaat, is het maar 5%. Dus echt kleding, dat daarvan gaat bijna de helft, wordt weer teruggestuurd. Bestel jij wel eens wat? Uh... Ik bestel wel wat online, maar geen kleding of zo. Ik, daar ga ik toch altijd voor naar de winkel? Ja. Uh, nou, heel toevallig uh, heb ik vorige week uh, wat besteld uh, uh, online. Dat was een, een spijkerbroek. Mm -hmm. Want die van mij die was versleten. Maar hij zat zo lekker. Dus ik heb gewoon het nummer opgezocht: precies hetzelfde spijkerbroek besteld. Dus die baad. zit altijd goed. Oh ja. Je hoeft dus je niet na te denken, hoef je niet naar de winkel. Dus hij zat goed, dus hij uh, ja. hoeft niet teruggestuurd te worden. Nee, maar ik denk dat hier wel een verschil is tussen de seksen, denk ik wel. Dat denk ik uh, ook. Ik denk <laughs> dat, dat jullie dat vrouwen... waarschijnlijk heel doelgericht shoppen, ja. wat je ook al doet. Hè? Als ja. je gewoon in de winkels uh, gaat shoppen, je weet precies wat je wil hebben. En uh, die vorige broek zat zo lekker, je wilde precies exact ja. dezelfde weer. En vrouwen ligt dat een heel klein beetje anders. Uh, vaak bestellen die dus meerdere maten, meerdere oh. kleuren... Meerdere varianten. Dus ze gaan sowieso iets terugsturen. En dan gaat er ja. sowieso iets terug. Want eh, je hebt dan XS en S en medium. En het valt vaak ook nog heel verschillend afhankelijk van het merk wat je koopt. Dus ook met schoenen zo. Dus um, in ieder geval, wat ik altijd ook adviseer, ook richting mijn kinderen, die natuurlijk ook een beetje merk-minded zijn. Um, ga eerst nu naar zo'n winkel toe en pas dan eerst van dat merk. Uh, een bepaald model, hoeft niet het model te zijn wat je dan per se wil, want ze willen dan natuurlijk precies diegene die dan niet mm -hmm. in de winkel is, dan weet je in ieder geval hoe de maat valt. Want dat varieert gewoon echt ook per kledingmerk. En uh, ik hoor het ook van anderen, uh, dat ze inderdaad meerdere soorten uh, bestellen, want dan zit er altijd wel iets tussen wat goed is. Maar wat is dan de oplossing? Gewoon ja, zeggen, wat? als je iets terugstuurt, moet je ervoor betalen. Nou, wat je kunt doen sowieso, uh, geen spoedbestellingen. Want juist die spoedbestellingen, dan wordt dat pakje helemaal met een soort hazenspoed bij je gebracht. En niet op de meest logische route. Dus dat is niet de meest milieuefficiëntste route. Uh, bestel alles bij één webshop, zoveel mogelijk. Ja. Want dan krijg je alles via één rit aangeboden. Uh, doe het als je zeker weet dat je niet thuis bent of het niet kan garanderen. Laat het dan bij een zo'n afval. Punt uh, bezorgen. Dat is dan hoeft dat niet drie keer aangeboden te worden. Dat scheelt ook al. Dus eigenlijk gaat het erom: ja, als, je er niet, als het niet anders kan, doe het dan zo slim en efficiënt mogelijk. Ja. Ervan uitgaande dat dat pakketje eigenlijk maar één keer op reis gaat. En ik heb zelf ook, en dat zeg geef ik ook een beetje aan richting mijn kinderen, uh, zeker voor die maten uh, gaan dan. In de buurt of bij anderen even het bepaalde merk passen. Omdat je gewoon weet dat bepaalde merken wat kleiner vallen en andere merken wat groot vallen. Dus als je dan een schoenmaat bestelt, dat je dan ook weet dat dat wel de, ja, de, de ja. maat is die gaat passen. Of een shirtje. Een shirtje. XL in het Italiaans is toch echt wel wat kleiner dan, uh, dan Amerikaans bijvoorbeeld. Klopt. He Heel veel mensen bestellen tegenwoordig. ook was vandaag nog in het nieuws, geloof ik in China. Is dat zal dat is zelfs allemaal helemaal slecht zijn? Of tenminste qua milieu? Of uh, valt het wel mee? Nou ja, we, nee, er zijn van die hele grote verzameldepots hier in de buurt. Komt er ook eentje van een ontzettend kleding, groot concern. Waar <laughs> al die merken dan uh, uh, staan te wachten. Uh, kijk, je kunt er inderdaad wel voorkeur geven als je zegt van ik wil per se schoenen gemaakt hè, van Nederlands. Je hebt bepaalde Nederlandse merken. Als je dat van belang vindt, kun je dat mee laten wegen. En dan weet je dat er in ieder geval weer minder transportkilometers zijn gemaakt. Uh, Vera Dam is directeur van de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Ze is bij ons de gast. Vera, we horen dagelijks over allerlei maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. In 2030 moet Nederland een aantal klimaatdoelen halen. Welke doelen zijn het ook alweer? Het zijn de afspraken die we hebben gemaakt in Parijs: dat we 49% minder CO2 in 2030 willen uitstoten. Dat mm. hebben we met elkaar afgesproken en nou ja, we wisten al dat Nederland niet het beste jongetje van de klas was in Europa. We liepen een beetje achter. Uh, uiteindelijk heeft Urgenda toen ook uh, rechtszaak aangespannen. Urgenda is een actieorganisatie en de rechter heeft toen gezegd: ja, Nederland moet echt wat uh, voortvarender aan de slag. Toen hoe, de staan we ervoor, hoe staan gekomen? we ervoor? eigenlijk? Nou ja, er is natuurlijk een klimaatwet uh, nu aangekomen en er ligt een klimaatakkoord. Uh, heel veel partijen hebben daarover onderhandeld met elkaar. Uh, wij hebben nu net uh, in november het klimaatakkoord ook ondertekend als Natuur- en Milieufederaties. Met nog een aantal andere milieuorganisaties. Niet dat wij zeggen. Dit is het allerbeste klimaatakkoord wat je maar kon bedenken. Maar we hebben wel zoiets. Er ligt nu wel een bodem waarop we verder kunnen gaan voortbouwen. Want het moet nog wel een stukje ambitieus. Het is het beste van het slechtste. Nou, het is een, uh, het is een, een, het, het is een bodem. En zonder bodem heb je niks. En het nee, is een bodem. En nu kunnen we verder gaan doorbouwen. Uh, en dat is ook wel de reden waarom wij het ook meegetekend hebben. Omdat we ook in de zijlijn hadden kunnen gaan staan. Ja, in boos in een hoekje. Ja, het is helemaal niks. Mm. Uh, maar er zijn wel een aantal meer organisaties die uiteindelijk wel besloten hebben om het niet te gaan onttekenen. Maar wij wel, en we zijn ook in Flevoland uh, met veel partijen bezig om, en dat heet een heel mooi woord, regionale energiestrategie, om dat verder ook echt handen en voeten te gaan geven. Kun je dat ja. concrete dingen noemen? Ja. Nou, wat in het uh, klimaatakkoord staat, uh, is dat de gasprijs omhoog gaat en tegelijkertijd de elektriciteitsprijs omlaag gaat. He, en daarmee worden we gestimuleerd. Om minder gas te gaan verbruiken. Nou, dat betekent dat je moet gaan zorgen dat je woning ook gewoon echt heel erg goed geïsoleerd uh, gaat worden. En daarvoor is ook een speciaal warmtefonds bedacht. Hè. En uit dat warmtefonds worden dan. Subsidiemaatregelen gefinancierd voor mensen, zodat ze ook inderdaad met isolatiemaatregelen aan de slag kunnen gaan of een warmtepomp kunnen. Want ja, dat is het natuurlijk ook. Hè? Niet, niet, niet iedereen kan dat ook gewoon betalen. Nee, en in dat eh, klimaatakkoord is ook afgesproken dat we dus eh, allerlei hulpmiddelen erbij krijgen aangeboden. om echt ook die stappen te gaan maken. Ook elektrisch rijden stimuleren zit daarin. Maar we weten ook dat het wel belangrijk is dat alle sectoren mee gaan doen. En dat is natuurlijk ook een wens van de. Milieuorganisaties. Dat iedereen, elke sector zijn bijdrage gaat leveren. En we hebben toen ook heel hard geknokt om ook richting bedrijven um, wat verder gaan maatregelen opgenomen te krijgen in het klimaatakkoord. En, 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 en we praten over een wat langere periode. Of zijn er gewoon dingen die tussen nu en twee jaar al moeten gebeuren? Jazeker. Want 2020 is al zeg maar de eerste eikdatum. En het, uh, het landbureau van de Leefomgeving, die heeft nu ook al getoetst. Van uh, met deze plannen en voorstellen die er, halen, die er liggen, gaan we dan uh, in ieder geval de doelen van 2020 halen. Nou, ze hebben aangegeven: waarschuwend vingertje omhoog, dit is nog niet voldoende. En ook nu onlangs, de Raad van State heeft ook de klimaatplannen getoetst. En die heeft ook aangegeven: met de plannen die er nu liggen, gaan we nog niet uh, de eerste klimaatdoelen halen die we hebben afgesproken in 2020. Dus er moet nog een tandje bij. Ja. En trekken jullie weer aan de bel dan? Of hoe werkt dat? Nou, wij trekken continu aan de bel. Nee. Alleen is de vraag, word je ook altijd gehoord? Uh, we, we, we zijn ook mede-ondertekenaar van het klimaatakkoord. Dus in die zin ook gewoon echt een serieuze partij die ook meevaart wil maken. En uh, zeker, we proberen continu met goede voorstellen te komen en de plannen die er liggen ook gewoon voortvarend uitgevoerd te krijgen. Want een plan is één, maar het ook echt gaan uitvoeren is natuurlijk nummer twee. En heel breed houden. Ik bedoel, nu zijn het natuurlijk of de boeren, of het gas, of het... Maar we moeten zo met z'n allen moeten we het doen. Ja, ook de mobiliteit hè, is daar een onderdeel in. Uh, ook de landbouwsector, ook de bedrijvensector, uh, ook de luchthavens hè, uiteindelijk. Uh, iedereen, waar, uh, of elke sector waar we het hebben over CO2-uitstoot... Zal, zal zijn steentje moeten gaan bijdragen om de CO2-uitstoot inderdaad naar beneden te gaan krijgen. En is Nederland dan uh, het braafste jongetje weer van de klas... Tot nu toe niet. En het uh, Planbureau voor de Leefomgeving die heeft getoetst en die zegt: Nou, het is nog onvoldoende. Raad van State heeft ook aangegeven: Het is nog onvoldoende. Dus nee, we zitten nog niet in de voorhoede. We zullen er echt. Dus uh, in 2030 gaan. gaan we dat halen? Op de, uh, op de snelheid zoals we het nu doen, uh, is het nog te weinig om te zeggen dat gaan we halen. We zitten nog niet in de. In, in de, in de foto's zitten, zeg maar, overleunend gaan. van, ja. nou ja, het komt allemaal wel goed. En welke landen lopen dan wel voor? Uh, de Scandinavische landen doen het goed. En dat komt natuurlijk ook omdat zij met energieproductie al uh, vroeg gestart zijn. Ook Duitsland, hè, over de grens, Ze heeft natuurlijk al heel tijd geleden een heel beleid ingezet, ook met zonne-energie. Uh, en dat zijn de landen die dus wat verder vooruit lopen dan dat wij op dit moment zijn. We zijn natuurlijk ook een heel dichtbevolkt landje. We hebben ook altijd heel veel verschillende uh, ambities. Uh, en dit is, nou ja, dit is er eentje die we ook echt wel moeten gaan invullen, omdat we dat hebben afgesproken in Parijs met z'n allen. En schouders de honden. 2030 zijn we dan klaar? Nee, want de, we hebben ook nog een doel voor 2050. Dus uiteindelijk het klimaatakkoord... <laughs> ik al bijna niet meer. helemaal op 2050. <laughs> dat is nog heel ver vooruit, ja. wat dat betreft. Ja, en het gaat echt om eh, minderen ten opzichte van 1990, hè, de uitstoot. Maar eh, ook daarbij gaan we ervan uit... dat de temperatuurstijging iets minder hard gaat. Maar er is nog wel steeds sprake van een temperatuurstijging. En daar doen we het uiteindelijk al. Hè, om die temperatuurstijging minder drastisch te laten stijgen. Dus... Eh, het is nog niet zo dat we het dan hebben over een verlaging van de temperatuur. Het staat in ieder geval allemaal in de, in de agenda. Of op de agenda moet ik zeggen dan. Ja, en nu gewoon met z'n allen proberen uh, vooruit en uh, veel vaart erin te gaan creëren. En met iedereen.